Een automobilist en een scooterrijder zijn gisteravond hard tegen elkaar gebotst op de kruising van de N65 in Oosterwijk. De bestuurder zou de scooterrijder volgens een ooggetuige met volle vaart hebben aangereden. De jongen van 17 uit Berkel-Enschot is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist, een 20-jarige dorpsgenoot, raakte niet gewond. Twee auto's zijn maandagnacht in Helmond flink beschadigd geraakt na een botsing. Het ging mis op de kruising van de Wesselmanlaan met de Jan van Brabantlaan. Een van de bestuurders is in de ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto's zijn door een berger opgehaald. Om 1:30 op klaarlichte dag kreeg de politie een melding van een schietpartij aan de Druivenstraat in Breda. Er is op een auto en op een gebouw met daarin een sportschool geschoten. 4 flinke kogelgaten in de Audi die hier nu geparkeerd staat. Die auto wilde net wegrijden toen hij onder vuur werd genomen. Een 5e kogel belandde in het raam van de sportschool. Mensen die hier boven zaten te werken in de kantoren, die hoorden wat knallen. Ze dachten in eerste instantie aan vuurwerk. En toen ze buiten keken, zagen ze een jongeman wegrennen. In de Audi zaten op dat moment 4 mensen en niemand raakte gewond. De politie heeft een klopjacht ingezet op zoek naar de mogelijke schutter. Ze zijn op zoek naar een donker getinte jonge man van 17 tot 20 jaar oud die na de schietpartij is weggerend. Er is tot nu toe niemand gewond geraakt. Ivo V. uit Breda moet 2 jaar de cel in omdat hij vorig jaar Ibrahim Sahalir uit Den Bosch met hoge snelheid doodreed op de A59. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald. Ook mag V. 2 jaar geen auto rijden en krijgt hij 2 jaar voorwaardelijk. Nathaniel H. krijgt 100 uur taakstraf omdat hij in juni een 25-jarige fietser doodreed in Tilburg. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging als hij nog eens de fout ingaat. Nathaniel reed die dag op een voorrangsweg, maar veel te hard. Namelijk 92 km per uur waar je 50 mag. Hij schepte de fietser, die hij naar eigen zeggen niet gezien had. De straf voor Nathaniel viel lager uit dan normaal, omdat hij eerder aangaf spijt te hebben van zijn daad. Daarnaast is hij via een bemiddelaar in gesprek gegaan met de familie.